Grote finale hier naar de sprint wordt ingezet. Wie gaat er naar de sprint vandaag deze tweede etappe? En wij zijn aan de aankomst hier. Nou, twee dagen op een rij interviewen, wat gewoonte zo. Ja, maar vind ik niet echt. Dat kan ik me voorstellen. Carmen rijdt in de aanval. Ja. Had je verwacht dat jullie ze nog überhaupt terug zouden halen? Nee, had ik eigenlijk niet verwacht. Ik dacht echt dat de kans heel groot is dat hun doorkomen naar de finish. Maar de laatste 10 kilometer ging Rabo meewerken met Boels. En dan ging het wel even hard. En dan dacht ik, we gaan hun wel nog een keer terugzien. Dus hebben we ons voorbereid op het sprint. Ja, wanneer besluit je om je daar echt voor te gaan bereiden? Ik denk je moet het altijd weten dat het kan gebeuren en ervoor klaar staan. Ja. Echt weten doe je pas als je hun ziet en dan moet je daar ook al zijn. Ja. Dus, ja. Ga je hier de bocht om? Schrijf jouw sprint eens. Ja, Marianne die kwam ineens tussen ons in, dus tussen Chantal en mij in onze lead-out. Goed. En we gingen de bocht om en ik wilde eigenlijk de sprint doen voor Trixie, maar ineens ging het zo hard en ik wist zo, ik moest gewoon volle bak gaan en ik kon Marianne langskomen en het was heel zwaar en heel krap, maar ik ben er wel blij mee. Ja, het was heel close hè? Ja, het was echt close. Jolien Doorn was er ook nog, was tweede uiteindelijk en ik wist echt niet dat ik toch zo snel kan zijn. Ja, we hebben het op de Champs-Élysées gezien, je laat het nu weer zien. Ja, is wel zo. Ik heb wel een paar goede sprints al gehad dit jaar, maar het kwam er gewoon altijd net niet uit en vandaag is gewoon alles goed, alles perfect. Specialized Lululemon heeft een nieuwe Ina. Ja, ik denk het wel.